Maar goed, even naar de Toto, Johan. Je bent toch lekker in vorm, hè? Gaan we gelijk even erin gooien. Kijken we even mee. Twente, PSV. Twente staat te laag, zei Philip Cocu. Die mogen we niet onderschatten. Dan wint PSV gewoon. Oh, nou ja, dus geen onderschatting. PSV, gaan we door met de wedstrijd Vitesse-Ajax. Dat gaat Vitesse winnen. Een beetje dreigend publiek, Johan, vanavond, hè? Maar Vitesse wint hem, zeg jij. Oké, ja. Vitesse is genoteerd. Ze kunnen me wel blij maken, Wilfred, maar niet bang. Dat zullen we nog wel eens zien, wil ik zeggen. Maar... Feyenoord AZ. Dat is Feyenoord. Ze zijn ook voor allerlei pluimage hier vanavond. Zijn we, binnen 2 weken staan we 6 punten los, man. Dat ik Johantje Johan volg. Ja. Jan, we gaan die goal single asfalteren. 100%. Hoppa. We gaan in die fontein staan. En jij gaat je blote piemel in die fontein staan. God, dat zou toch wel mooi zijn. Ja, het zou voor Feyenoord echt wel eens fijn zijn als dat een keer zou gebeuren, toch? Je was 99, echt lang geleden. Dat is het nadeel ook van... Wat? Wow. Ah, waardeloze gozer, man. Dat was toch in het gulden tijdperk, ja. Mannen. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat veel mensen het Feyenoord zouden gunnen. Johan, dan door met Manchester United, dan tegen City. Louis van Gaal heeft al gezegd, wij hebben een dag minder rust gehad, want zij hebben een dag eerder gespeeld. Zij staan bovenaan, ze hebben meer doelpunten gemaakt, dus zij zijn de absolute favoriet. Wat zeg jij? Ja, Manchester City wint. Ja. Ja, dat kan niet anders. Zegt iemand heel kwaad nee opeens. Dus. Maar dat denk je ook, René, want Virgil van Donk wil dat ook weten uit Rotterdam van jou. Ja, 100%. Verwacht je dat Louis van Gaal met United gaat winnen? Jij nee, denkt van nee. Totaal niet. Nee. Die heeft echt minder materiaal. Ja, zeker. Nou, dat is mooi. Fiorentina-Roma dan? Ja, die Italianen, daar heb ik geen verstand van. Nee? Jan? Nee. Ik houd het op AS Roma, omdat Fiorentina heb gisteren een koekje gekregen, geloof ik. Mm-hmm. Ja. 1-3, geloof ik, verloren, geloof ik. Maar Johan, ook als je er wel wat verstand van hebt, heb je het ook vaak niet goed. Dus dat maakt toch helemaal niet uit wat je dan zegt. Dan kun je toch ook gewoon zeggen, ik gok wat. Nee, maar Wilfred, jij weet ook dat ik niet om deze rubriek gevraagd heb, maar dit is een rubriek. Laat onze laatste sponsor niet weglopen. Hou je nee, maar keer, we zijn hè? Heel blij met de Toto Lotto. Ja, hè? Ze zijn leuk. Want die betaalt een gedeelte van ons salaris. Ja, ontzettend aardig van mensen, ja. Krijgen jullie hier nog geld voor ook dan? Ja, jij moet betalen om hier te zitten. Ik moet betalen om hier te zitten. Ja. Nee, dat is Hansie Kraai. Laatste wedstrijd dan. Die is als volgt. Dan komt hij weer. Borussia Mönchengladbach tegen Schalke 04. Dat wint Schalke. Schalke had het toch ook een beetje moeilijk thuis gisteren, hè? Tegen Ruben Kazan was het, geloof ik, toch? Die was het draagste, die kent toch goed voetballen.